Dat is een stichting die zich inzet voor ongeneeslijke zieke kinderen. We zetten ons 100% in voor een lach op hun gezicht. Neem de blauwe dokter. Ik zit in groep 4. Ik zit in groep 3. En ik ben 7 jaar. Kinderen vinden kleuren leuk, knutselen leuk en het houdt hen bezig, het leidt hen af. Daarom hebben wij een kleurboek in elkaar gezet. Ik ben Helena, ik ben 9 jaar en ik zit in groep 6. Hallo, ik ben Angelina, ik ben 9 jaar, ik zit in groep 6. Pesto gemaakt, pasta. Wij zijn nu bezig met een tweede editie van dit. Dat is het kookkleurbelevenis. Hoe hebben jullie het gemaakt? We zijn gewoon samen bij elkaar gekomen en hebben we via een recept van internet en ook gewoon uit ons hoofd. En nou, ik ben Brian, ik ben 8 jaar en zit op 5. Ik ben tot teefjes. Ik doe het voor de kinderen. Het is ook leuk om bezig te zijn met de kinderen hier uit de wijk, die zich dan heel graag inzetten voor alle zieke kinderen die er zijn. Ze hebben met de vorige kleurbelevenis hebben ze allemaal heel erg hun best gedaan. Ze foto's gemaakt. En voor de volgende editie hebben ze allemaal hele lekkere gerechten verzameld. En wat gaat er met het boekje gebeuren? Weten jullie dat ook nog? Ja, dat wordt dan verkocht en zo. En dan gaat dat geld naar zieke kinderen in ziekenhuizen.